de jongens die kwamen met wat drukte kwamen ze hier aan. Maar toen zijn ze eigenlijk vrij rustig gaan zitten. En toen plotseling kwam in één keer gigantisch veel en kwam hierheen. Die gingen om die jongens heen staan en zeiden dat ze gearresteerd werden. Dus het was eigenlijk een beetje onverwachts. Maar ja, we verbaasden ons wel heel erg. Die jongens die kwamen eigenlijk wel met hoop om Bari aanlopen, maar ze gingen heel rustig zitten. En ze deden eigenlijk verder helemaal niets. De politie bracht de gearresteerde Molukse mannen en één Molukse vrouw met een bus richting het politiebureau. Ik kom eraan fietsen en ik zie dus allemaal hier op de markt dus allemaal mensen. En toen hoorde ik, werd mij verteld dus dat in die rode tent daar dat er de Molukkers opgepakt werden. Twee man die pakten een Molukken en die werden hier in die overvalwagens gedaan. Na de aanhoudingen werd het snel weer rustig.